Het Elsjevink Sanigaar College, COVAP, heeft gisteren de opleiding geriatrie verpleegkunde officieel afgesloten. De opleiding is samen met het Selkirk College van Canada ontwikkeld en heeft 3 jaren geduurd. Geriatrie verpleegkunde is een vervolgopleiding voor verpleegkundigen die werken in de zorg en verpleging van senioren burgers. Sashikala Parbu, onderdirecteur categoriaal maatschappelijk werk van het ministerie van Sociale Zaken, gaf aan wat de voornemens zijn ten aanzien van ouderenzorg. Er moet een ombuiging plaatsvinden van de huidige situatie. Van alleen verzorgenden op de werkvloer naar meer verpleegkundigen, welke uiteindelijk zal moeten leiden tot meer geriatrische verpleegkundigen. Alleen op die manier kan er sprake zijn van kwalitatieve zorg aan seniorenburgers. Daar niet een ieder gelijktijdig op de opleiding kan, zullen er mogelijkheden bekeken moeten worden, zodat in de senioreninstellingen op gezette tijden sessies gehouden kunnen worden, zodat de verzorgenden mee kunnen gaan met de ontwikkelingen. De seniorenburgers die niet in overheids- of particuliere instellingen verblijven, dienen ook meegenomen te worden in deze ontwikkeling, zegt Parbo. Vandaar dat COVAP heeft ingespeeld om verpleegkundigen verder op te leiden. Directeur Anshelle Wallerlei Kumbangsila geeft het belang van de opleiding aan. When starting this project, we acknowledge that most of the workers in elder care are educated on level 1 and 2. The GNP program is set up on level 3+. COVAP will take leadership in providing training and workshops in response to the need of these healthcare workers. The material developed for the geriatric nursing program will be modified and used. Throughout the project, we started the project in February 2013. A start has been made to provide these caregivers of elders with the necessary training and workshop. When preparing this project, COVAP took an approach of growing together with our partners. We agreed with our partner Selkirk that we would involve the other two teaching institutions, the Academic Hospital and Roman Catholic Hospital, and the Nursing Inspectorate in the process. These partners were invited for all the training sessions and activities that were relevant. Directeur Anshelle Wallerlei Kumbangsila van COVAP. Zij sprak gisteren bij de afsluitingsceremonie van de opleiding Geriatrie Verpleegkunde. De opleiding is ontwikkeld om te voorzien in de behoeften van gespecialiseerde verpleegkundigen voor ouderenzorg.